Een dode meeuw uitvouwen op het zand. In zijn witte, bolle buik zitten 1001 schelpjes. Mensen lopen verward voorbij. Onder de meeuw liggen schelpjes geordend waar de meeuw op lijkt. Folding out a dead seagull on the sand. In its white, round belly are 1001 shells. People walk past, confused. Underneath the gull, shells form a pattern that the gull looks like. Een dode zeemeeuw uitvouwen op het zand. In zijn witte, bolle buik zitten 1001 schelpen. Mensen lopen voorbij, in verwarring. Onder de meeuw vormen schelpen een patroon waar de meeuw op lijkt. Ik heb even overwogen om to fold out te hebben, maar dat is wel erg abstract en theoretisch. Terwijl folding out heeft al iets van een bezigheid in zich, maar het blijft wel een suggestie of een idee. Er staat niet we are folding out a dead seagull on the sand. Een dode zeemeeuw uitvouwen op het zand. Het ritmisch vind ik dat wel kloppen zo. En dat heeft ook iets... Ja, iets hoekigs wat ik daar wel bij vind passen. Bolle buik, je zou ook kunnen zeggen bulging belly. Maar dat vind ik, ja, de alliteratie maakt het al erg zwaar. En round is eigenlijk al genoeg. Toen kwam ik op het woord bol, want het heeft iets voor mij iets tegelijk iets kinderlijks, maar ook iets ongezonds, die schelpen die je ziet. Want het is niet duidelijk waarom mensen verward voorbij lopen. Is het omdat ze dat tafereel verwarrend vinden? Of waren ze al verward? Kijken ze er niet eens naar? De mensen zijn niet zozeer verward, maar ja, ze zijn in verwarring eigenlijk. Dat vond ik wel een mooi aansluiten bij regel 4. Dus... Underneath the gull liggen schelpjes geordend. Shells form a pattern. Dat is ritmisch... Mooi strak. Je had kunnen zeggen shells have been arranged. Maar shells form a pattern is mooi bondig. Maar de meeuw lijkt op het patroon. De meeuw is op de vorm gaan lijken. Daar zijn de mensen denk ik ook verward over. Wat ligt er nu? Er liggen schelpen in de vorm van een meeuw.